Yes, en welkom bij deze nieuwe video over Tata Steel Chess 2024. Het grootste schaaktoernooi in Nederland. Het Wimbledon van het schaak wordt ook wel genoemd. En vandaag ga ik speeldag 8 tot en met 10 met jullie behandelen. Ik ga drie partijen met jullie bes uh, bespreken van elke dag 1. En tussendoor laat ik de stand zien per dag. Ja, En gaan we kijken hoe het voor staat na 10 dagen. En dan zijn er nog drie te gaan. ja. ...komen we toch een beetje richting het einde. Dus laten we snel beginnen. Als je nog niet bekend bent met Tata Steel Chess... ...het grootste Nederlandse schaaktoernooi... ...wordt gehouden in Wijk aan Zee... ...en er doen wereldtoppers mee. Zo hebben we de wereldkampioen Ding Liren, ...en zijn uitdager... ...en heel veel top 10 en top 20 spelers van de wereld. Helaas geen Magnus Carlsen of Hikaru Nakamura... ...maar voor de rest zijn er eigenlijk bijna alle toppers er wel bij. Ik heb hier even de stand na wedstrijddag 7 staan. Dus we kunnen zien dat noord Abtusatorov, uh, Anish Giri, De Nederlander en Goukesh. Uh, die staan eigenlijk op dat moment alle drie bovenaan. Gedeelde eerste plek met 4,5 punten uit zeven uh, partijen. Daaronder zien we dat er uh, drie spelers met vier punten komen. Dat is uh, Vidit, uh, Pragmananda en uh, Alireza Faroucha. En dan komen er spelers met 3,5. Dus het zit allemaal nog redelijk dicht, ja, dicht bij elkaar. Iedereen snoept punten weg van elkaar. Ja, en daardoor is er nog niet een directe favoriet. Maar de top, ja, de top drie, die, die zullen het misschien worden op dat moment. Maar laten we kijken of dat ook nog maar tien rondes is. En er is natuurlijk maar één manier om daarachter te komen. Dit is gewoon lekker om te kijken naar wat partijen. De eerste partij die ik ga bespreken is Alireza Faroucha, de Fransman... Enorm talent. Heeft al een keer een rating van 2800 bereikt. Tegen de huidige wereldkampioen. Dingleren is acht maanden weg geweest van het schaken. Eerste toernooi wat hij weer speelt is in Wijk aan Zee, eh, Zee dus. in hij is nog niet enorm lekker bezig, maar laten we kijken of hij zich kan herpakken in deze partij of dat Verusha echt ja, richting de top van het toernooi kan groeien. Verusha dus met wit, Ding Laren met zwart en de partij begint met D4. Nou, Ding Laren speelt paard uh, F6, een Indian game. C4 komt hier E6 en paard F3 en nu komt D5. eigenlijk een soort queens game met de client. Want nu komt inderdaad paard naar C3. Uh, en nee, nou, eigenlijk heb je nu gewoon een ja, Queens gambit with Climb met paard F3. Dus dat is heel normaal. En dit is een semi terras opening. Ik ga over de opening niet te veel heen. Want ik wil best wel wat bespreken vandaag. Dus we gaan er even lekker sneller doorheen. Uh, nu eigenlijk na 5 zetten, helemaal hetzelfde. Com ja, compleet symmetrisch deze stelling. Want ze hebben gewoon dezelfde zetten gedaan. Dus een beetje kopiëren. Mijn lampje gaat weer spacen. Moet ik een mooie manier opvinden dat hij het blijft doen? Oké, okay, paard C6 nu, uh, uh, nu. Nou, hier komt A3. Hier had op zich ook A6 gekund, dat je de symmetrie een beetje vasthoudt. Uh, en dan op een gegeven moment kan er geslagen worden. Uh, en dan krijg je allemaal interessante lijnen. Maar hier besluit Ding Loren eerst te slaan. De loper slaat dus terug. Dus die ontwikkelt direct. En nu komt A6. En nu speelt uh, Alireza Verroussa de Z loper naar A2 niet heel gebruikelijk in deze stelling. Meestal zie je vaker dat er gerokeerd wordt. Dat die toren dan op een gegeven moment naar E8 komt. En dat die pionnen naar voren spelen. Maar hij besluit dus eerst deze zet te spelen. Nou, nu komt B5. Dingleran pakt dus een beetje ruimte op de damevleugel. En dame naar C2 hier. Dit is niet een hele gebruikelijke zet. Meestal wordt hier dus eerst gerokkeerd. Uh, maar Firusha heeft dit al eens een keer eerder gespeeld. Werkte toen wel voor hem. Maar Dingleran had hier eigenlijk helemaal geen voorbereiding op. En die was hier dus ja, in zijn eentje eigenlijk aan het schaken. Terwijl Firusha eigenlijk... Ja, dus, dit was in zijn voorbereiding. Dus ja... Dinglerijn had zich misschien hier wat beter op kunnen voorbereiden. Maar dame c2 dus. Nou, Dinglerijn gaat verder met slaan in het centrum. Nou, er wordt teruggeslagen met de e nu. En nu komt de loper naar b7 om dus die diagonaal te pakken. Ook dit paard te verdedigen. Want stel je voor dit paard zou wegspringen. Dan wordt hij direct aangekeken door de dame. Nou, nu komt d5 dus. Want uh, is wat een beetje passief. En nu kan die dus... Zorgen dat die pion geslagen moet worden. Nou, die wordt geslagen door de epion van Dingeren. En, en Dingeren staat op dit moment één pionnetje voor. Maar laten we kijken of dat nog langer kan gebeuren. Want wat is er nu allemaal aan de hand? Nou, we hebben dit nog. Dat ideetje licht ik net uit. Er dus staan nu twee aanvallers op die pion. En door nu Loper uh, van C1 naar G5 te spelen. Ontwikkel je die dus. Kan de toren er zo bij komen. En plaats je een penning op op dit paard, want die dame staat erachter. Dus het paard kan niet weg als je bijvoorbeeld zou slaan. Uh, ja, en ook wil je die dame een beetje in de buurt houden van het paard. Want als hij geslagen wordt en je moet met de pion slaan... Ja, dan staat je koning direct wel heel onveilig. Maar allebei de koningen staan nog in het midden. Dus ja, op zich is er nog niks aan de hand. Een hele gelijke stelling. Loper komt hier. Dinglebrand breekt dus de penning en wil zo meteen gaan rockeren. Nou, toren naar D1 om wat extra druk toe te voegen op die pion... Op D5, want die wil Alireza Faruja natuurlijk wel terugwinnen. Nou, hier komt D4. Oké, okay. klein foutje. Blijkbaar was het beter in deze stelling hier om paard naar A5 te spelen en dan paard naar C4. Want wat je nu doet met D4 is dat je die loper er heel mooi uit laat komen. Nou, Alireza Faruja rokeert hier. Want let op, je kan het paard niet slaan, want dan gaat je dame eraan. Dus dat kan nog niet. Nou, Liren rokeert ook. Toren komt nu naar E8. Ja, en die staan eigenlijk wel heel lekker in het centrum, die stukken. Die loper, die kijkt ook goed. Nou, deze stelling van Virusha is gewoon erg lekker om te spelen. Ook al staat hij een pionnetje achter. Nu komt B4 van Liren. Je denkt, oeh, wel gevaarlijk. Uh, nou, hij zal slaan. Nou, stel je voor zou slaan, dan komt deze hierbij. Allemaal niet heel lekker. Dus... Alias, Vroeger komt met deze zet. Loper naar B2. Wat is het idee? Nou, je hebt een battery en je dreigt eigenlijk zo meteen misschien wel schaakmat. Want zou je deze kunnen slaan? Nou, dan moet de loper terugslaan. En dan is de verdediger van dit veld eraf. Waardoor je dus ja, nog maar één verdediger is. En dat is de koning. Waardoor je dus zwart schaakmat zou kunnen zetten. Dus dat is het idee daarachter. G6 wordt daarom gespeeld om die dame. Eigenlijk die aanval eruit te halen. Nou, nu wordt hier een toren geofferd. Hij slaat dus de loper. En nu moet je wel even oppassen. Want stel je voor, je zou hier met de dame slaan. Nou, dan komt hier paard naar d5. Wordt de dame dus aangevallen. Extra aanvalletje op dit paard. Maar dat is nog niet heel, niet heel belangrijk. Want dit is belangrijk. Hier. Dus dan steeds een penning op dit paard. En uh, dus dat paard kan niet weg. En nu wordt hij ook twee keer aangevallen. Wat gewoon heel vervelend is. Want dit is ook nog schaak, deze aanval. Uh, dus uiteindelijk ga je, uh, ja, heb je je toren geofferd en krijg je daar waarschijnlijk een paard in de lopen voor terug. Dus Alireza Ferruccia, uh, dus die slaat hier niet met de dame, nee, hij slaat met het paard. Dat is een betere zet. En nu kan de pion op d4 worden gepakt, want die toren is nog verdedigd. Valt dus de dame aan, dus de dame moet ergens naartoe. En nu speelt hem naar c7. Niet een heel lekker veld, want let op die dame. Die kijkt hier indirect nog steeds naartoe. Dus als Alireza Alire, Faroucha deze zet speelt, paard naar e4, valt de dame, dus de dame aan. En stel je voor, je zou je slaan, dan sla je niet hier, niet doen, want dat is niet goed. Want de goede zet hier is, ja, dan kom je gewoon een, een punt in materiaal achter, de goede zet is om eerst hier te slaan, want dit is met schaak. Dus dan moet de koning ergens heen, bijvoorbeeld naar g7. Ja, en dan kan je dus op c2 slaan. Ja, en heb je eigenlijk gewoon, uh, sta je uh, hier, gaan we even materiaal tellen. Paard, loper, paard, loper. Toren, toren. Nou, toren tegen een paard en een loper. Ze hebben allebei evenveel, uh, evenveel pionnen. En dit is echt wel een betere stelling voor wit. Dus, na deze zet, dame naar c7. zien we ook paard naar e4. Dame slaat. Nou, hier komt schaak. Zie dus ook allemaal in de partij. En nu komt de toren hierheen. Is gewoon niet een hele lekkere stelling. Hij had een betere stelling kunnen krijgen als hij bijvoorbeeld daar maar naar C8 heeft gespeeld, volgens mij. Maar dat had hij niet. Dus nu gaan we verder. Nou, nu komt hier paard naar uh, dit veld, naar G4. En dan denk je: huh, je laat je loper helemaal in de steek. Nou, stel je voor: je slaat de loper. Nou, dan krijgen we ook weer een lekkere schaakmat. Schaakkoning. Moet ergens naartoe. Waar kan die heen? Hij kan alleen nog maar hierheen, want deze velden waren allemaal gedekt en nu komt deze zet schaak. Uh, sch nee, ja, niet zo, maar schaakmat. Oké, okay, dus je kan daar de loper niet slaan. Dus wat doet Ding daar in plaats van? Hij speelt deze zet. Want ja, nu is dit geen gevaar meer. Loper naar F6. Nou, de loper wordt nu gered. Nou, die speelt hij hierheen. Let op: die toren kan er niet achter komen door de lopers. Uh, dus die staan gewoon best wel goed gepositioneerd. Dus het is niet echt. Ja, alle stukken doen goed mee van Virusha. Dus het ziet er allemaal goed uit. Slaat: slaat. De toren gaat nu hierheen. Nou, toren verdedigt. En valt ook direct de andere loper aan. Hij slaat terug. Uh, loper slaat het paard, Pio slaat terug en de toren slaat nu. Nou, nu gaat het paard hierheen. En dit is wel een hele vervelende stelling. Waarom? Uh, het is wel een beetje een vervelende stelling omdat deze toren gewoon eigenlijk een beetje vast staat. Dus Dingleran speelt hier H6. En nu komt de zet loper naar D1. Valt dus de toren aan. Uh, en kan deze toren nog ergens naartoe? Laten we even kijken. Ja, dit is gedekt. Dit is gedekt. Dus hier. En hier kan hij ook niet heen. En hier ook natuurlijk niet, door de loper en het paard. Hier kan hij niet heen, hier zou hij nog heen kunnen. Maar dan gaat hij ook niet heel lang overleven, want Steven waar zo deed spelen. Komt hij bijvoorbeeld uh, loper naar f4, is hij ook opgesloten. Dus wat uh, speelt Dingler Rennie? Hij speelt een desperado, zoals dat heet, heet die zet. Hij is een beetje desperate, hij gaat hem toch verliezen. Dus dan kan je maar beter een pionnetje pakken. En Alireza Verrucha die denkt... Nou, ik kan dat ook doen. Waarom? Nou, zijn loper wordt aangevallen. Uh, en die kan hij niet redden als hij die toren slaat. En hij wil natuurlijk die toren slaan. Want hij staat op dit moment één punt in materiaal achter. Dus hij slaat gewoon nu de pion eerst. Want dat is weer met schaak. Hele mooie les voor iedereen in deze video. Dat slaan eerst met schaak. Wat gewoon heel handig kan zijn. Want nu slaat het paard terug. En nu heeft hij de toren geslagen. En gaan we weer van materiaal checken. Toren voor een toren. Paard voor een paard. En hij heeft gewoon een loper over. Nou, we hebben 1, 2 pionnen voor wit. 1, 2, 3. Dus hij staat gewoon een pion voor een loper. Heerlijke stelling voor wit. Nu gaan we er even snel overheen. Want uiteindelijk, ja, kan je het waarschijnlijk al raden. Wordt hij hier gewonnen door Alireza Verrugia. Hij staat er gewoon heel goed voor. Geeft hier een schaak. En ja, hier valt hij het paard aan. Waar kan dit paard nog naartoe? Het paard kan hierheen, maar dan wordt hij geslagen. Hetzelfde geldt voor dit veld. En als hij hierheen gaat, waar hij ook heen gaat, wordt hij eraf geslagen. Heeft hij een dubbel pion? Wordt er weer materiaal van het bord afgeslagen? Ja, en is dit gewoon een hele lastige stelling? Wit is hier dus aan weer aan zet. Nou, zijn ze loop wordt aangevallen, dus die speelt hij hierheen. Ook om extra druk te houden op allebei die pionnen. Ja. Het is, dat is gewoon een hele vervelende stelling. Toren hierheen. Toren gaat hierheen. Wilt hij dus op zich wel afruilen, uh, die torens? Want dan is het helemaal een makkelijke overwinning. Komt nog een schaakje. Pion wordt hier gepakt. Ja, hier wordt schaak gegeven. En verliest uh, Dinglerijn nog een pion. En deze dubbelpionnen pionnen kunnen elkaar niet verdedigen. Dus dat zijn makkelijke doelwitten. Hier weer een schaakje. Koning gaat hierheen. Ja, en deze pionnen worden opgepikt. Deze uh, pion gaat doorlopen. Wordt waarschijnlijk een dame of. Ja, de toren moeten hem eraf slaan. Makkelijke overwinning voor Alireza Verruccia. Dus die wint zijn partij tegen de huidige wereldkampioen. En doet weer echt mee om die eerste plek in het toernooi. Nadat hij twee keer pijnlijk had verloren. Dan heb ik hier weer de stand. Dus na ronde 8 zien we dat Giri een remise had gemaakt. Koukesh ook een remise had gemaakt. En Alireza Verruccia die wint dus. Loopt dus een half puntje in op. Ja, de voorlopers. En komt dus op vijf punten met, ja, met z'n drieën. Uh, daaronder zien we dat er vier spelers 4,5 punten hebben. Abdou Satorov had die ronde verloren... Zien we dat Pragmananda, Napomiaci en uh, Vidit allebei op 4,5 staan. Dus het is nog steeds heel spannend. Nog steeds niemand loopt weg. Dus we gaan lekker door. En dan is dag 9 alweer aangebroken. En dan zien we dus dat het heel spannend is bovenin. En dan gaan we verder met de partij Abdushador tegen Jordan van Verees. Jordan van Verees is natuurlijk de tweede beste Nederlander. Ja, en die heeft het toch al erg lastig in dit toernooi. Heeft nog niet heel veel punten weten te halen. En die moet dan tegen ja, een van de. Favoriete, een van de enorme kanshebbers, Abdou Satorov. Abdou uh, uit Oezbekistan met de witte stukken tegen van Favorees. E4, E5, paard F3, paard C6, loper naar C4. De Italian game. Nou, nu komt hier paard naar F6. D3 om de pion dus te verdedigen. En uh, nu komt D5. Nou, dan zijn hier een aantal opties, maar de meest gespeelde. En ook de beste optie is om hier te slaan. Nou, dan wordt hij teruggeslagen met het paard. Is nog verdedigd door de dame. Dus dat is allemaal prima. Komt hier een korte rokade. Loper naar E7. Toren naar E8. Uh, E1, sorry. En dus een beetje druk op die pion en op de koning daarachter. Dus die gaat nog niet aan de kant. Want hij speelt eerst F6 om de pion extra te dekken. Hier komt de zet loper naar B3. Ik ga er ook weer even sneller overheen. Want, ja, het is... Uh, er zijn best wel wat partijen gespeeld natuurlijk. Nou... Hier komt A5 om een beetje ruimte te pakken. Paard gaat hierheen omdat hij daar gewoon goed staat. En nu komt paard naar A4. Hij wil denk ik, ja, ik weet niet precies wat hij hier wil, maar misschien ja, dit soort ideetjes uh, wilt hij gaan doen om die Witte Koning aan te vallen? Daarom komt hier G6, denk ik, om die Dame er een beetje buiten te houden. Nou, nu komt hij hier A4 om dus een beetje de Damenkant vast te bouwen. En misschien al ja, een vluchtveld voor de loper te maken, waardoor hij misschien ook zometeen met Pion naar voren kan spelen. Want het is hier niet meer aannemelijk dat zwart kort gaat rokeren want die kant ligt nu al een beetje open omdat de pion niet meer op f7 en op g7 staat zijn er gewoon best wel veel ruimtes daar en ja deze loper die blijft er wel een beetje staan dus rokeren kan sowieso ook niet nou nu wordt er aangevallen in het centrum want die koning staat er nog in van zwart en dan is het goed om aan te vallen in het centrum. Want zolang de koning daar nog staat. Ja kan je daar lekker aanvallen. Dus je ziet dat Abduzatov eigenlijk heel snel een hele lekkere stelling krijgt. En ook dat de analysebar dat zegt. Want ja, deze stukken staan gewoon veel beter. Ze koning staat veilig. Waar die van Jordan ja nog in het midden staat. Lopen naar E3. Om de pion dus te verdedigen. Lopen naar D7. Zometeen komt er een lange rokade aan. Er wordt geslagen, er wordt weer geslagen. En nu komt het paard weer naar F3, want hij werd ook aangevallen. Dus daarom moet hij weer even weg. Nou, hier komt de zet H6. Nu komt paard BD2, een lange rokade. En het paard gaat hier in het centrum. En ja, het is best wel een lastige stelling. Kijk, deze stukken staan hier allemaal een beetje op een kluitje. Niet helemaal wat je wil hebben. Niet heel veel synergie tussen de stukken. Loper wordt aangevallen. Is lastig te verdedigen. Um, hij is wel verdedigd, maar... Ja, je gaat wel je loperpaar verliezen. Nou, loper komt daarheen. Nou, hier wordt hij nog gedekt. Want op zich, de, ja, de loper staat, het paard staat hier prima. Want hij hoeft nog niet te slaan. Want die loper kan nog nergens heen. Hij kan hierheen, hierheen. Of hierheen. Oh, of hier, hier, of hier. Maar overal wordt hij of geslagen door de pion. Of door het paard. Ja, dus hij staat daar eigenlijk nog het best. Nou, hier komt de zet paard naar d7. En loper naar uh, deze D5. Hier wordt dus, ja, gaat hij dreigen om te slaan. En dan moet je met de pion terugpakken. En dat is helemaal niet lekker. Maar nu komt de zet paard naar C5. De twee beste zetten die niet zoveel van elkaar schelen, als je het aan de computer vraagt, is hier slaan. Of hier slaan. Maar af en toe besluit dat anders te spelen. Dame naar E2. En ja, nu gaat het paard hier naar B8. Eigenlijk het veld waar hij vandaan kwam, of kan die van dit veld. Uh, moet ik even gaan in de analyse. Maar misschien ook wel even leuk voor jullie om terug te scrollen. Waar komt dat paard nou vandaan? Ja, en die gaat hier nu naar. A6 staat hier dan op zich best prima. Maar het is geen lekkere stelling. En je ziet dat het nu hard gaat. Loper wordt geslagen. Pion slaat terug. En deze koning staat helemaal niet veilig. Geen pion meer in de C-lijn. Ja, en het wordt gewoon best wel lastig om te verdedigen. Paard komt hier lekker bij. Gevaarlijke sprongen. Hier valt hij sowieso deze pion aan. Ja, dreigt ook te springen naar B6. Geeft dan een schaak. Het is gewoon allemaal niet lekker. Dame komt hierheen om te verdedigen. Uh, zowel voor B6, B6 als op A5. Uh, en op een gegeven moment de dame komt hierheen. En Jorne van Vrees geeft hier op. Ja, ik ben geen grootmeester. Uh, maar ik zie wel dat het een hele lastige stelling is om te spelen. Als zwart heb je eigenlijk helemaal niks in de aanval. Ja, en ja, deze toren staat gewoon eigenlijk helemaal niks te doen. Uh, en je ziet gewoon dat eigenlijk alle stukken van wit gewoon veel beter samenwerken dan de stukken van zwart. Ja, dus ik begrijp wel ergens dat hij opgeeft. Ik had waarschijnlijk niet opgegeven. Maar dat is omdat ik tegen veel minder sterke tegenstanders moet. die zeker dit soort stellingen uh, nogal eens weten te verprutsen. Ja, ik zelf ook, ik weet ook vaak zo'n stelling wel te verprutsen hoor. Dus ik had niet opgegeven. Maar tegen ja, dit soort enorm sterke spelers kan dat op zich best wel zijn dat je dan op een gegeven moment opgeeft. En zeker als je al niet heel lekker in het toernooi zit, is het mentaal best lastig om door te gaan. Dit is dan de stand na ronde 9. We zien dat er nog steeds allemaal heel dicht bij elkaar zit. We hebben dus nu vier spelers met 5,5 punten. Abdou staat dus op nummer 1 met Anish Giri, Praggnananda en Gukesh. Dan komen daarna komen Ali Alireza Faroucha en wij Yi komen met 5 punten. Dus eigenlijk zien we dat de top 7. Ze ja, zitten allemaal in een half puntje van elkaar. Sommige half puntje meer, sommige half puntje minder. Dus het is enorm spannend. En als toetje van deze video heb ik een partij uit dag 10. En het is een hele interessante partij. Want het is Jan de Pomniachi tegen tegen Liren. En als je al langer Schaken volgt, langer mijn kanaal volgt, ja, komt dit misschien bekend voor. Want dit was in april 2023. Ja, de strijd om het wereldkampioenschap heb ik destijds vier of vijf video's van gemaakt. Heb ik dat helemaal gevolgd? Wil je die playlist checken? Wil je het hele wereldkampioenschap zien? Klik boven op het i'tje, want dan kan je die hele playlist checken. En het is voor het eerst dat deze twee weer tegenover elkaar staan. En zeker omdat Ding Liren acht maanden weg is geweest van Schaken. Weer een partij van Ding dus zagen we ook al in de eerste partij. Zit er niet heel lekker in, maar laten we kijken. Kan de Pomjachi revanche pakken? Even kijken. Nou, we beginnen met E4 E5 paard F3 paard C6 en we gaan naar Spaanse opening de Ruy Lopez. Heel veel theorie, heel veel opties maar we gaan hier voor a6. Loper gaat naar achter, paard naar f6 en we zien een korte rokade. Loper komt naar e7 en ze willen allebei dus heel snel kort gaan rokeren, maar eerst zien we nog d3 en b5. Loper gaat hierheen. Staat hier dus allemaal best wel prima. Komt hier de zet d6 om die pion ook sterker te maken en deze loper er zo uit te spelen. Nou, hier komt c3 om misschien een keer te breken in het centrum met d4. Een korte rokade a4 om dus hier deze B-pion aan te vallen. En stel je voor, je slaat, kan je hier terugslaan met twee stukken. Loper is het beste hoor. Uh, ja, en dan is die, ja, die ruimte die Dingleren heeft gepakt op de, op de damevleugel een beetje ja, geneutraliseerd. Loper komt hierheen. We zien hier loper naar A2. een Beetje aparte zet. Want eigenlijk, ja, de pion kan je nog niet slaan. Want die is nog gedekt door, uh, door de dame. Maar ja, er waren hier zoveel andere opties ook nog. En het is een beetje een passieve zet. Maar. Hierdoor weet misschien Dingleren niet helemaal hoe de theorie verder gaat, dus is hij misschien een beetje uit zijn voorbereiding. Hier zien we eigenlijk voor allebei dezelfde zetten, zodat de lopers hier lastig naartoe kunnen en misschien deze een keer voorbereiden om aan te vallen op de koningskant. Toren gaat naar e8 en nu zien we loper naar e3. Gewoon lekker stuk ontwikkelen. Paard komt er nog een bij. Loper gaat naar achteren en nu zien we g5, uh, g4 sorry. Jan Napomiaci gaat dus in de aanval met zijn pionnen. En als je gaat aanvallen is het het handigst om dat eerst te doen met je pionnen. Waarom? Ja, dan worden de stukken van de tegenstander eigenlijk naar achter gedrukt. En kan je dus eerst met de pionnen misschien een pionnenbreuk forceren. En dan echt met je stukken naar achter komen. En echt een stoot geven. Dus G4 is wel een beetje gewaagd. Is nog erg vroeg in de partij, zie je niet vaak. Nou, nu komt hier Loper naar e, uh, E6. Loper, ja, lopers worden dus gereld. Toren slaat terug. Hier wordt geslagen. En de pion op B5 uh, wordt geslagen. En ook weer teruggeslagen. En nu komt G5. Kan hier geslagen worden? Wordt er teruggeslagen met of het paard of de loper? We hebben nog een ideeje naar Toren. naar A6 om die, uh, dit paard weg te jagen. Uh, maar er wordt geslagen. Paard staat terug. Toren gaat naar achter. Koning gaat hierheen. Waarom? Hij wil zo meteen de Toren in de G-lijn zetten. Om dus echt aan te vallen op die koningskant. Nou, hier wordt T5 uh, gespeeld. En wat is het idee hierachter? Nou, er wordt aangevallen op de rechtervleugel, op de koningskant. En dan is er eigenlijk een, een regeltje bij het schaken. die ook misschien wel voor jullie van pas komt. Word je aangevallen, ja, komt er een aanval op de flanken. dan moet je toeslaan in het centrum. Zeker als je ziet dat je de aanval niet makkelijk kan gaan stoppen. Dan moet je ja, toeslaan in het centrum. Als je dan het centrum opent. Kan je heel snel misschien stukken afwisselen. De koning van tegenstander aanvallen. Want die staat hier. Ja, die heeft niet heel de veel dekking van zijn pionnen. Want die heeft hij naar voren gespeeld. Dus kan je misschien met schaakjes gaan werken. Koning aanvallen. Uh, stukken afruilen. Waardoor de aanval een stuk minder interessant is. En je gewoon ja nog steeds prima kan gaan staan. Dus dat doet Dingleren hier ook. Hij speelt d5. Nou, toren gaat gewoon naar g1. En nu komt deze zet. Er wordt geslagen er wordt weer geslagen. Loper gaat nu hierheen. Loper naar D6. Om een, uh, om een rel te forceren. Want stukken afruilen als je tegenstander aan het aanvallen is. Is heel handig. Want dan neutraliseer je de aanval een beetje. Hoe minder stukken waarmee die kan aanvallen, hoe makkelijker het verdedigen is, natuurlijk. Slaat, slaat. Komt hier nu een panning. Dus die toren kan niet weg. En ook wel weer een knappe zet om te zien. Koning naar g1 heeft hier Jan de Pomisch ook al veel tijd voor gebruikt. Want het is, ja, je wilt heel snel gaan aanvallen. En dan is een rustig setje zoals je koning uit deze spanning halen best wel lastig om te zien. Maar hij vindt hem dus. Goede set. Toren naar a8. Er komt een rel. Dame gaat nu naar b3. Ook om hier aan te vallen. Valt dus deze pion aan. Nou, die moet je echt wel gaan dekken. En uh, deze pion Dat is eigenlijk een, een dubbele aanval. Nou... Dingleren verdedigt zijn belangrijkste pion, de pion voor zijn koning. Jan de Pomnici wacht nog even met deze pion slaan. Hij speelt eerst een andere zet, paard d f3. Nou, nu verdedigt Dingleren uh, deze pion, maar hij is al een beetje een passieve zet, passieve manier om dat te verdedigen. Jan de Pomnici speelt nu zijn dame naar c2, ook niet helemaal het juiste idee. Toren b6 en nu komt deze zet e5. Is dus verdedigd door het paard, dus hij kan niet geslagen worden. Het paard wordt weggejaagd. Nou, Toren, die wil je behouden. Dus die springt één veld naar voren. Valt ook weer hier een pion aan. Uh, dus het is een hele scherpe stelling. Toren gaat weer terug naar B8. Niet helemaal lekker. Dame gaat naar C5. Extra aanvaller ook. Blijft hier druk houden. Ja, en het brengt zijn dame gewoon in een betere positie. Verdedigt ook deze pion. Dus een mooie stelling. Toren naar D8. Vaart gaat hier naar E4. Ja, en het is wel een hele lastige stelling. Dit soort ideeën zijn er ook weer met de penning op deze pion. Dus het is gewoon best wel vervelend allemaal. Dame gaat naar E6. Toren hier naar, uh, naar H4. Valt dus het paard aan. Nou, waar kan het paard nog heen? Paard kan hierheen. Geen goed veld, uh, want die wordt geslagen. Paard kan hierheen. Wordt die er ook afgeslagen? Paard kan niet daarheen. Door de pion ook nog. Dus het is allemaal wel heel lastig. Toren gaat hierheen om de dame aan te vallen. Nou, dat is een mooi idee. Maar dame gaat naar A3. Kijkt hier naar achter. Uh, allemaal vervelende dingen. Ook nog deze diagonaal. Die hij gewoon goed in de gaten houdt. G6 komt hier om het paard te verdedigen. Paard F naar G5 valt de dame aan. Ja, en Dinglebane gaf hier op. Waarom? Het is gewoon een hele lastige stelling om vol te houden. Je moet wat gaan doen. Dus steun voor dame slaat hier op E5. Kan je hier binnenkomen op A8. Geef je dus direct een lekker schaakje. Nou, hier kan die niet naartoe uh, natuurlijk ook. Dus steun voor, ja, dit paard gaat hierheen. Nou, dan kan je hier dus slaan op. H5 offer je dus eigenlijk een, een toren voor een paard. Pion slaat terug. Kan je hier de toren oppikken? Ja, en dan denk je: hè, huh, je offert je dame, want die dame kan gewoon terugslaan. Maar rustig. Schaak. Vorkje. Dankjewel voor je dame, want de dame staat aangevallen. Koning aangevallen. Ja, en dat is zo'n klassiek vorkje. Ben je gewoon je stuk kwijt. Is het twee paarden tegen één paard? Laten we kijken. 1, 2. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Maar met twee paarden tegen één paard. Is dat gewoon gewonnen? Zeker omdat die koning ook zo ja, lastig staat in deze stelling. Met al die paarden om hem heen. Die gewoon veel velden afnemen. Wel een beetje veel dezelfde nu. Uh, maar goed, maakt niet heel veel uit. Gewonnen stelling voor Jan de Pondensie. Dus die wint dus. Pakt revanche. Had natuurlijk liever het wereldkampioenschap gewonnen. Maar hey, revanche pakken is ook altijd lekker. Uh, en laten we dan kijken naar de stand na speelronde 10. En dan heb ik hier de stand na ronde 10. We zien dus dat Abdou Satorov en Gu uh, eigenlijk ja, nu los zijn met z'n tweeën. Die hebben 6,5 punt. Daarachter komt Anish Giri, de Nederlander die echt nog voor de winst meespeelt. Sprak naar Nanda ook op zes punten. En dan zien we dat er weer vier spelers komen met vijf en een half punt: Janne Pomniacci, Alireza Veroucha, en Vidit. Dus nog steeds allemaal heel dicht bij elkaar. Kan nog alle kanten op. Ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat. Morgen ben ik live bij Tata Steel. Uh, misschien wel vandaag als je dat kijkt. Um, of ja, misschien is het al lang geweest. Wie weet. Um, en ja, ga ik zeker de ronde 11 volgen. En daarnaast ga ik ook ronde 12 en 13 volgen. Ja, en ben je zeker op de hoogte als je mijn video's kijkt? Dus uh, ja, van de einduitslag. Dus like deze video even. En abonneer bij het kanaal. Laat ook een reactie weten. Wie, hoopt, wie jij hoopt dat er gaat winnen in het toernooi? Ik hoop natuurlijk Anish Giri. Um, maar wie denk ik ik vind Adducator wel een hele sterke speler natuurlijk. Maar onderschat Pragnananda niet. Dat vind ik ook een hele sterke. Dus ik denk. Ja, ik, mijn hart zegt aan Maar ik zeg misschien toch Adducator of Pragnananda. Wie weet. Laat weten wie jij denkt dat er gaat winnen. En volg me even op Instagram en Twitch voor meer schaakcontent. En dan zie ik jou in de volgende video. Later.